Veel levensmiddelen krijgen geen houdbaarheidsdatum meer op de verpakking. Dat wil de EU. Het zijn levensmiddelen die toch niet bederven. Let u op de houdbaarheidsdatum bij het kopen van een product? Ja hoor. Waarom? Ja, het moet gezondheid blijven. Ja, daar let ik op, ja. Is dat belangrijk voor je? Ja, tuurlijk. Maar veel producten kunnen ook nog mee nadat de houdbaarheidsdatum overschreden is. Ja, maar daar leg je toch automatisch op, lijkt mij. Ja, dat doe ik wel. Want ik had al een pak melk meegenomen, dat was niet goed. Maar op sommige producten wordt die, je producten die kan je wel lang bewaren. Ja. Zou je die alsnog laten staan als het over de datum is? Nou, dat denk ik niet. Nee, wat ingevroren is bedoel je. Ja, die langer houdbaar zijn, zoals rijst bijvoorbeeld. Ja, die doe ik wel, daar kijk ik niet naar. Ik let op de datum meestal. Ik kijk wel, als ik iets koop, dan kijk ik op die datum en zo. Nooit. Nooit? Waarom niet? Nee. Ik kijk, hoe heet het, doosjes en zo. Nou, die kan je zo lang bewaren. Alleen met de melk en zo. Daar kijk ik wel naar. En hoe checkt u dan of het nog goed is? Ja, dan kan je toch aan de datum zien. Groenten en fruit en zulke dingen wel. En vla en melk. Maar net als, net wat je zegt, rijst en pasta. Niet zo erg, niet. Als het product bijna op de datum is, koopt u het dan nog? Ja. Waarom wel? Nou, hoe heet het, als je, ik stel je voor dat je dat vandaag, dat het klaar staat, weet je wel, nou, dan kan je het nog zeker 3 dagen daarna kan je het eten of drinken. Dat die over datum is? Ja, of als die bijna over de datum is en het staat nog in het schap? Ja, dan koop ik het niet. Dat nu. Je krijgt toch maar korting of zo? Ja, dan krijg je meestal korting, 25% korting volgens mij. Maar als je het niet koopt, waarom koop je het dan niet? Ja, dat die snel over datum gaat. Waar ben je bang voor dan? Ik weet, ja, het is zonde joh, als ik koop, dat het snel over datum gaat. Laat je ook producten liggen die tegen de datum aan zijn in de supermarkt? Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Het is niet altijd te zeggen dat als je dan bij wijze van spreken aardappeltjes koopt of zo en ze zijn tot morgen goed. Ja, het kan zijn dat je het morgen niet eet, dus dan heb je toch weer een volgende dag. Maar dat ze langer houdbaar worden? Nou, dat vind ik wel goed. Er worden ook weggegooid. Dus. Oké, nou dank u wel. Dat is goed. Tot ziens.